Naast mij Floris Alkema, de Rijksbouwmeester en architect van het jaar 2018. U heeft hier vanavond de keynote mogen verzorgen. Kunt u aangeven wat de kernboodschap van de keynote was? Nou, dat we voor grote vragen staan die niet eenvoudig te beantwoorden zijn, maar met de juiste innovatie, met de juiste ondernemerskracht, ontzettend veel winst gaan opleveren. Op heel veel gebieden, zowel sociaal, maar ook op ondernemersgebied. Dus er staat ons veel te wachten, maar ook heel veel goeds. Ja, want u was eigenlijk positief. U noemde zichzelf positief met het risico van dan maar naïef, maar wel positief. Nou, optimistisch zonder naïef te zijn. Ik gaf wel aan inderdaad dat ligt vaak dicht bij elkaar. Het is niet eenvoudig om positieve ontwikkelingen te zien op het moment dat zoveel zaken zich als een bedreiging aandienen. Toch denken we dat dat heel belangrijk is. Want op het moment dat je echt kunt tonen wat de winst is, gaan mensen ook verlangen naar verandering. En dat verlangen, dat hebben we nodig. Dat is geen zaak van naïviteit, maar wel van het heel goed formuleren waarom je optimistisch kunt zijn. Ja, dat was een hele mooie. Hè? We moeten verlangen naar de toekomst en niet naar het verleden. Het is belangrijk dat we dat doen. Heeft u hier vanavond nog bij andere dingen gehoord dat u zei van nou, dat stemt mij dan inderdaad hoopvol? Nou, wat ik mooi vond, hè, ook de ondernemers die aan het woord werden, van hoe iedereen bezig is met die vernieuwingen. En dat merk je echt. En dit is eigenlijk hoe een cultuuromslag eruit ziet. Hè? Dat iedereen begint na te denken. En ja, met die ondernemers en de intelligentie en het vakmanschap dat zij tonen, daar schuilt een enorme vernieuwings- en innovatiekracht in, waar we nog heel veel plezier van gaan hebben. Oké, we gaan het zien in de toekomst en we kijken er naar uit. Heel hartelijk dank. Okay.